Zo, terug bij Cultuur in Actie. Tientallen mensen komen hier langs, honderden trouwens, uit het hele land. Uit alle richtingen van de cultuur. Dat is theater en film en televisie, maar ook de mensen achter de schermen die de voorstellingen mogelijk maken. Of die bijvoorbeeld een theater programmeren. Want er moeten voorstellingen bedacht worden. En bij mij nu aan tafel Peter Noten. Je bent programmeur van Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Dat klopt. Een van de mooiste plekken waar je een theater kan hebben. Mag ik even zeggen dat het het mooiste plein van het hele land is? Ik legde de bal beetje voor je. Beetje chauvinisme. Maar Maastrichtenaren zijn onwaarschijnlijke chauvinisten. Dat mag toch wel. Als je alleen al elk jaar bij ons voor de deur de Vrijthofconcert van André Rieu, waar toch in de gauw 150.000 mensen naartoe komen, ja, dan zie je hoe mooi dat plein is. En gisteren mochten de terrassen weer open en toen kwam er ook weer een stukje reuring in de stad, kwam er een stukje leven in die stad. En dat voelde goed nadat het een aantal weken lang toch een beetje akelig stil, een beetje spooky, spooky was. Wanneer zou Rieu zijn concert opnemen? In juli weer, hè? Dat kan natuurlijk niet doorgaan, hè? Nee, die zijn helaas verschoven naar 2021. En in de periode dat... Een enorme klap voor Maastricht, hè? Voor iedereen in Maastricht, van de hele hotelbranche, de restaurants, de winkels. Je wil niet weten hoeveel mensen dat daarbij betrokken zijn, achter de schermen, op het toneel wat hij meebrengt. En hoeveel mensen uit, ik had gehoord, uit meer dan 80 landen komen mensen dan naar Maastricht. Het is bijna een soort van bedevaart die ze daar afleggen. Ja. En het is ongelooflijk. Het was alweer een tijd geleden toch ook dat hij dat had gedaan? Live op het... Nee, hij doet het elk jaar. Hè. Elk jaar drie weekenden in elk jaar in juli doet hij dat. En wij als Theater aan het Vrijthof zijn dan zijn huis. Ja. Dus het hele theater is ingenomen door de firma Rieu. Overal zitten de kap en griem, de kleedkamers, de privévertrekken, production offices. U kunt het zo de tentoonstellingen van de... Wij houden hierbij op dat bord achter jou van de gasten die bij mij aanschuiven en bij andere presentatoren om hoeveel mensen het gaat die nu niet brodeloos zijn, maar die het heel zwaar hebben. Bij jullie theater? Theater van het Vrijthof zijn er 70. 70. Die daar in dienst zijn. Een deel is vast en deel zijn part-timers. En zijn natuurlijk ook weer mensen die in de horeca werken, op oproepbasis komen. Dus het is een heel gemêleerde pool. Maar ja, het zijn mensen die nu al bijna 3 maanden thuis zitten. En er is niks zo vervelend als dat je tegen theatermensen moet zeggen, je mag niet... Je mag niet in het theater zijn, je moet thuis zitten. Hier was net Madeleine van der Zwaan van Koninklijk Theater Carré. En die zei, de ziel is uit Carré. Als er niet gespeeld wordt, er is geen publiek, er zijn geen artiesten. Dat voel je meteen als je door het theater loopt. Heb jij dat ook? Ja, ik ben een paar keer dat ik in het theater geweest ben de afgelopen weken. En het was akelig stil. Zo'n theater leeft bij de gratie van het publiek. Bij de gratie van de bespelers. En die magie die dan elke avond weer ontstaat op dat toneel tussen de mensen die daar spelen en die mensen die in de zaal zitten. En dat is een vonk die dan overslaat. En dat zijn de mooiste momenten die je kunt meemaken. En als je dat stukje magie moet missen, ja, dat is voor iemand als mij die al van kindsbeen af aan in het theater rondwandelt, dat is verschrikkelijk. Daar word je echt niet vrolijk van. En dan denk je bij jezelf, ik hoop maar dat we heel snel weer kunnen. En dat we heel snel weer mogen. En dat we vooral met z'n allen theaters, bespelers... Maar wat is realistisch op dit moment? Wat denk jij wanneer het theater aan het Vrijthof weer vol zit? Nou, 900 man kunnen we nou, in de 900 zaal. Man, dat zal nog eventjes wel even duren. Maar laten we zo zeggen, in het nieuwe seizoen beginnen wij weer. We zijn nu net de plannen aan het maken om ons najaar, wat helemaal vol geprogrammeerd stond, om dat nieuw vorm te geven aan de hand van... Want alles is afgezegd, neem ik aan. Hè? Op papier staat nog alles, maar een hele hoop zal niet mogelijk zijn vanwege alle beperkingen die je hebt. Zou je mee beginnen? Nou, laat ik zo zeggen, we zijn eigenlijk al een voorschot hebben we genomen door, met onze huisgezelschappen. Theater van het Vrijthof heeft 4 huisgezelschappen. Philharmonie Zuid-Nederland, ons orkest. Toneelgroep Maastricht. Sally, dansmakersgezelschap in Maastricht. En Opera Zuid, om met hen te gaan praten van hoe zien jullie het? Want wij faciliteren jullie, jullie zijn onze huisgezelschappen. En daarbovenop komen er nog een keertje alle bespelers die in het land zijn. Van gesubsidieerd tot vrije producent, van jonge makers tot gearriveerde artiesten. Het zit er allemaal in. We hebben de afgelopen weken de directeur van het Concertgebouw gehoord, die met pijn in het hart heeft gezegd, we hadden jarenlang hebben gewerkt aan het,
aan het Malerjaar. Mm. En de hele wereld zou naar het Concertgebouw komen aan fantastische orkesten om daar te spelen. Ik wil niemand tekort doen, maar van alles wat jij had opgelijnd voor dit seizoen, waarvan zeg je, ik heb hier zo lang aan gewerkt en getrokken om dit voor elkaar te krijgen en nu komt het niet meer. Wat is het ergste van alle producties die weg zijn gevallen? Weet je, dat is eigenlijk een optelsom. Want als je één zou noemen, zou je andere tekort doen. Maar als ik naar het hele seizoen kijk, dan zaten er zoveel pareltjes tussen van dingen, voorstellingen waarvan we dachten, hey, wat bijzonder. Noem eens wat. Waar ik bijvoorbeeld naar uitkeek, de Ashton Brothers zouden een nieuwe show gaan maken. Dat vind ik fantastisch, variété. Mm. Het is het afscheidsseizoen van de chef-dirigent van de Philharmonie in Nederland, Dimitri Lies. En er waren een aantal prachtige concerten al geprogrammeerd. Ik hoop gewoon dat die in de tweede helft doorgaan. Dat we echt een waardig afscheid kunnen doen. Hij geloofde mij, de grote musical van Stage Entertainment zou naar ons komen. Maar ook gewoon dingen zoals... ik had zelf een eigen productie daar staan. Daar keek ik ook naar uit. En daar zaten 2 jaar werk al in. Jij produceert ook zelf? Ik produceer daarnaast ook nog zelf. En wat was dat voor een productie? Ik zou de Maastrichtse versie van Oliver gaan maken, de musical. En met kinderen had je? 120. 120 kinderen tussen 8 en 12 jaar. Allemaal uit de regio uit Maastricht? Heel Limburg. Limburg. Dus dat is gedaan. Een enorme teleurstelling voor die kinderen. Ja, waren die al aan het repeteren? Die waren aan het repeteren. Sterker nog, op de dag dat we te horen kregen, alles moet plat, hadden we s'avonds de eerste grote repetitie staan met de leden van Fagin's Gang, van de boevenbaas. Hoeveel Olivers had je? 3. En 1 reserve, dus eigenlijk 4. Goed. Goede kwaliteit? Hele goede kwaliteit. En als ik die lieve meisjes net hoorde, dan denk ik mezelf, ja, dan zie ik mijn eigen talentjes rondlopen. En dan denk ik, ja, dat is de toekomst. Niet alleen op het toneel, maar ook in de zaal. Ja. Als je de mensen nu niet die cultuur en die liefde voor cultuur meegeeft, dan is het dadelijk weg. Had je zelf niet op de bühne willen staan? Een paar keer geprobeerd, beter achter de schermen. Ja? Wat heb je geprobeerd? Acteren, maar dat was toch niet aan mij besteed. Want ik vond het toch fijner achter de schermen. Laat Wanneer kwam je daarachter? Laat ik zo zeggen, de beste kritiek is zelfkritiek. Dus ik kwam er echt na 2 keer achter en denk van, nou, ik heb het nog 1 keer gedaan, een paar jaar geleden, speelde ik Scrooge. Want ik moest invallen omdat mijn hoofdrolspeler, die was 48 uur voor voorstelling ernstig ziek. En toen viel ik in. Toen dacht ik bij mezelf, heerlijk om te doen, maar 1 keer nooit meer. Had je de tekst paraat? 40 bladzijden en 4 liedjes die je nog even op tijd van 48 uur uit je hoofd moest knallen. Ja. Maar als je dat kan, hoezo ben je dan mislukt? Nou, laat ik zo zeggen, ik ken mijn plek en ik ken mijn talenten en ik pas beter achter de schermen. En dat vind ik ook leuker om... Weet je wat, Twan? Een van de leukste dingen is als je samen met de bespeler, of dat nou een schrijver, een regisseur is of een producent of een impresario, als je komt met een idee voor een voorstelling of je hebt samen iets in het buitenland gezien en je gaat dat ontwikkelen en dat komt dan op een gegeven moment naar jouw schouwburg toe, daar zit een tijd tussenin. Hè? Dat is niet iets van gisteren bedacht, morgen in de zaal. Nee. Daar gaat 1 jaar, 2 jaar overheen. En als het dan werkt, en dan komen mensen naar buiten met blije gezichten of ontroerd of helemaal nog onder de indruk. Dat is het mooiste applaus wat er is. Tuurlijk, maar des te groter moet de deceptie voor jou zijn dat je 2 jaar gewerkt hebt aan een musical Oliver met zoveel kids. En de juiste hoofdpersonen, persoontjes hebt gevonden en nu is het er niet. Of denk je, het komt later terug. Dit jaar het komt terug. Terug. We hebben nieuwe data voor het volgende seizoen. Luister, nog 1 vraag, Peter. Ik ken Maastricht goed. Maastricht is een gastvrije stad. Volkomen gericht op horeca, goede restaurants, leuke bars, theaters. Dat ligt allemaal stil de afgelopen 3 maanden. Hoe zwaar is de stad getroffen door de coronacrisis? Ik denk heel zwaar, want het speelde zich af midden in tijdens TFAF, de grote kunst- en antiekbeurs. Die is ook in het water gevallen. Die viel dus in het water. Ik noemde net al Rieu, concert op het Vrijthof. De programmering die we hadden tot aan het einde van het seizoen, 150 voorstellingen. Jij wilde niet over geld praten, maar dit kost klauwen met geld. Dit is een hele grote klap, maar dat is niet alleen... Eén sector die getroffen wordt, het is een hele rij, het is een keten. Ja. We zitten nou eenmaal aan elkaar vast. En ik was daarom zo ontzettend blij toen gisteren de horeca weer open mocht. En het was bijna, als je die beelden zag, en het was bijna alsof het een soort van overwinning was. Ze voelden het, een bevrijding. Ja. En ik hoop dat datzelfde gevoel er straks zal zijn als wij het theater open mogen zetten. Veel succes met Oliver. Ik hoop dat je hem snel op de planken kunt brengen, Peter. Voor hoeveel mensen spreek je? Wat kunnen we op het bord bijschrijven? Nou, 70, zei je? 70 mensen voor Theater aan het Vrijthof. Zet je naam op het bord hierachter. Dank je wel. Fijn dat je er was. Graag gedaan. Goeie reis terug naar Maastricht. Merci.